Hey daar, welkom terug op mijn kanaal. Blij dat je hier bent. Mijn naam is Veerle en ik ben een budgetter die gebruik maakt van cash enveloppen. Ik zou normaal gezien starten met de cash stuffing van mijn portefeuille, die ik trouwens nog moet gaan halen. Maar ik wil eerst iets rechtzetten, want dankzij jullie, een beetje papier, dankzij jullie hebben opgemerkt. Bedankt daarvoor, want ik had mij dus misrekend bij mijn afrekening van maart. Nu, ik moet wel zeggen, als je zoiets niet op voorhand gedaan hebt en je doet het dan echt de moment zelf op camera, ja, dan loopt het wel eens mis, zeker met mij. Bij mijn variabele kost in plaats van 535 had ik 335 geschreven. God weet waar ik dat getal uitgehaald heb, ik weet het ook niet. Vandaar dat mijn totaal dan op 341,7 kwam die ik over had. Als ik daar dan mijn sinking funds van aftrek, die 85, dan kom ik natuurlijk op 256,7 in plaats van 456,7. Waardoor dat er dan toch 200 euro naar de woningkrediet gaat in plaats van 400 euro. Maar niet getreurd, ik ben daar ook heel dankbaar voor dat ik toch 200 euro extra kan naar mijn woningkrediet doen gaan. Zeker rekening houdend dat het enkel mijn budget is. Dus ik ben daar heel dankbaar voor dat ik dat toch kan doen. En bij deze ook dankbaar voor jullie. Degene die weet waarover het gaat, je weet het. Dank u wel voor de terechte opmerking. Voilà. En dan kan ik overgaan naar mijn budget. Hè. We gaan dus. Ik ga eerst mijn portefeuille gaan halen. Hier is die. Normaal gezien probeer ik deze stuffing op zondag te doen. Maar ik heb 4 uur in mijn auto gezeten om mijn oudste zoon in Sint-Truiden af te zetten. Dus 2 uur op en 2 uur terug. Vandaar dat ik niet meer de courage had of de moed om nog een filmpje op te nemen. Vandaar dat ik het nu doe. Maar ja, het is ook zo. Ik moest vandaag niet naar de winkel gaan. En trouwens, dat zou nu geen probleem geweest zijn. Want zoals jullie weten, met mijn budget staat dit op de bank en hou ik dat bij mijn blaadje van de weektracker. Ik ben trouwens dus ook gaan benzine tanken, 30 euro, voor naar Sint-Truiden te rijden. Het zit nog een beetje in, dus ik hoop dat ik het kan rekken, want op het einde van de week heb ik een event. En dan zou ik wel kunnen de kaart gebruiken van het bijberoep natuurlijk, de side hustle. Ik heb er mijn blaadje bij genomen, dus we gaan beginnen met het budget eruit te nemen. Ons maandelijk budget. Week 1 en week 2. Voilà. En dit zou normaal gezien 740 euro moeten zijn. Een hele hoop. We gaan een keer kijken. Ja, 740, klopt. Misschien best ook weer met een cash tree erbij nemen. Hè. Dat ik ze hier goed kan insteken. En ik verdeel dat graag, want voor het oog lijkt dat dan precies veel meer dan dat je dat bij elkaar steekt natuurlijk. Wat gaan we beginnen? Ik ga beginnen met mijn portemonnee te stuffen, mijn portefeuille. En dat doe ik niet met dit budget, maar dat doe ik met het budget die ik gedurende de maand opzij zet voor mijn portefeuille. Ai, 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 ai. Ik ga dat hier zo, en dan kan ik mijn portefeuille iets meer naar daar, zodanig dat we in beeld zijn. Boodschappen heb ik in de maand maart samen gespaard, 50 euro. Dit is dus voor heel de maand dat ik mijn portefeuille stof. Maar met mijn tracker betalen met de kaart, dat geldt ook voor het cash. Dan weet ik waar het naartoe gaat. Hè. De fun
krijgt 50. Die we gespaard hebben. De pets, dat budgetteer ik altijd ietsje minder. Deze krijgt 40. Je zal je misschien afvragen waarom budgetteer je dat minder. Dat komt omdat als ik soms naar de Colruyt ga of de Jumbo en ik koop daar korreltjes voor de poes, dan zit dat soms in mijn budget van mijn week erin begrepen. Helemaal correct is dat dan eigenlijk niet, omdat ik een budget heb voor de pets. Maar soms kom ik daar dan mee toe en dan ga ik er niet gaan beginnen herrekenen als ik thuis kom. Een beetje mijn eigen gemak of luiheid, hoe dat je het ook wilt zeggen of noemen. Maar daardoor budgetteer ik hier niet zoveel voor. En ook, ja, soms koopt de partner van zijn budget natuurlijk ook eten voor zijn dieren. En vandaar. Dan zit ik aan shopping. 20, 30, 40, 50. En heb ik dat nog over, zoals de vorige keer, dan kan ik dat naar een ander doel geven. Hè. Ze zijn gebudgeteerd, dus ik rol dat niet over naar de volgende maand. 20, 30, 40, 50 voor uit eten. En gezondheid, die krijgt ook 50. 20, 30, 40, 50. Dus dat is eigenlijk voor als ik gedurende de maand soms naar de apotheek moet gaan. Of in de drogisterij iets gaan halen voor de gezondheid. Dat dient daarvoor. En ik moet er nog op letten dat ik nog ga geld afhalen voor de kinesist. Want dat gebruik ik van het geld dat ik teruggekregen heb van de mutualiteit. Dus dat is dat. Ondertussen ga ik hier mijn pull uitdoen. Oef, ik heb het een beetje te warm. Alright. Variabele kost. We gaan daarmee verder doen. Hè. We hebben het nu toch bij ons. Mijn onvoorziene kost. Daar gaat 80 euro in. 70, 80. Dat is dus voor gedurende de maand. Als ik toch iets onverwachts heb. Niet gebudgeteerd heb in mijn budget, is dat eigenlijk een extra. Dan mogen we weer kleuren, want snoepreisje, uitstappen, deze krijgt 10 euro. 10, allez, 5 en 5, dus van 2 weken. En dit blaadje is vol, dus ik ga er moeten aan denken, ofwel kleur ik gewoon de achterkant in, dat ik een beetje papier spaar. 10 euro. En dan heb ik hier 50 die reeds op de bank staat. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. En er is sprake van terug van een uitstap met de collega's in september. Dus ik ben er al heel goed met op tijd mee eigenlijk. Hè. De grondlasten die krijgt 40 euro. Dus april. Elk blokje is 20. Dus ik mag hier. Oh, ik neem precies altijd naar dat blauw. 2 hokjes in kleuren. 20, 40. En dan hebben we hier 250 en 300 euro in. Voor onze grondlasten. Mijn opleiding. Ik ben blij dat ik deze envelop heb. Om eigenlijk te investeren in mijn eigen. Om verder te komen, hè. Met technieken en zo. En wat krijgt opleiding? Van 2 weken 20 euro. Dus elke stift is 10. Dus ik mag er 2 inkleuren. De keer dat deze vol is, dan zet ik dat op mijn bank.
En als er dan ergens een opleiding is die ik heel interessant vind, 60 euro, dan heb ik toch het geld zitten. Hoef ik niet te zeggen van, oh, ik kan het niet volgen, want het past niet in mijn budget. Beetje bij beetje wel, hè. De waterrekening, die krijgt 20 en daarvoor heb ik een stiftje nodig. Dus 20. Ik heb het er niet opgeschreven hoeveel dat ik nu terug weer moet hebben. In totaal dacht 105 zeker, maar ik ben het nu niet zeker. De abonnementen. Deze krijgt nu 10. Oei. 20, 40, 50 is het 60. En deze twee haak voor een briefje van 10. Ik weet niet of ik ze ga nodig hebben, maar dan heb ik ze toch. Zitten. Ha. Mijn schoenen. Mijn speciale Sensible Shoes. Deze krijgt 40. Dus we gaan twee bolletjes inkleuren. Ik ben nu eigenlijk vergeten hoeveel dat een bolletje was. Maar ik veronderstel, ja, 100, dat het 20 was. Dus 1. 2. Het kan nu wel zijn natuurlijk met de lente, de mei. Maand doen er veel winkels natuurlijk kortingen. Dus 40. Moest het nu zijn natuurlijk dat een hele mooie korting is, maar dat ik nog niet genoeg geld heb, dan kan ik ze mij eventueel wel kopen en een IOU aan mezelf schrijven, dat ik ze dan mijzelf terugbetaal op het systeem zoals ik de PC terugbetaal. Want het zou wel jammer zijn. Ik heb ze nodig. Mijn gewone schoenen die ik nu heb, zijn er van, ik dacht, Nike. En, maar dat zijn nog hele andere. Dus het zou jammer zijn dat ik dan die korting zou mislopen. Ik kan ze van mijn emergency fund betalen. En mijn emergency fund dan via mijn envelopje hier, mijn challenge, terug aanvullen natuurlijk. Hè. Maar we zullen zien, hè, hoe dat het gaat met de korting. Ik weet het niet. De cash enveloppen, daar gaan we terug stuffen voor mei. Dus de boodschappen krijgt nu 30. De fun krijgt 30. Pets direct volledig voor de maand mei 40. Shopping 30. Uit eten ook 30. En dan heb ik nog de gezondheid. Die krijgt ook 30. Deze periode. En dan zit deze envelop, deze binder, volledig voor dit moment. Dan heb ik nog mijn sparen. Onze briek voor zijn sparen krijgt 10 euro. Hangt er hier een pluisje. Ik heb het al ingevuld. Dus 10 euro. Een briefje van 20 nemen en 2 van 5 eruit. 20, 40, 50, 60, 70. Dus dat klopt. En als hier 100 euro in zit, dan maak ik hem leeg en zet ik het op zijn
spaarrekening. Hè. Spendingfabriek, deze ga ik precies de keer moeten ook condensen. Hij heeft ook iets extra gekregen van zijn oma. Hij had een taak gedaan voor haar. Dus nu ook 10 euro. Ik zal deze twee nemen. Als ik ze dan toch condens, komt dat goed. 515, we gaan een keer kijken. 2, 3, 20, 40, 60, 80, 90. Is 300, 350, 60, 70, 80. Nee, ik ben verkeerd. Ah, ik had al 300. Het was 400. Ja, dat is 400, 450, 60, 70, 80, 90 is 500, 510, 515. En dat klopt wel. Voilà. Voor Wout zijn savings, ja, hij heeft een laptop gekregen voor naar school te gaan, dus de hogeschool. Dus dat betalen we nu terug eigenlijk aan de hand van zijn spaargeld, die we dus niet in de blauwe binder steken. Mijn licht zat niet goed, mijn excuses. Is nu beter? Ik hoop het. Mag niet overbelicht zijn ook, natuurlijk. Hè. Dus ik zei, wat was ik bezig? Ah ja, we betalen ons dat dus terug aan de hand van zijn sparen. Ik steek dat dus niet daarin. Maar momenteel, tot wanneer dat alles terugbetaald is, steek ik het hierin. Wat krijgt Wout? Wout krijgt er 30. Dus voor zijn sparen en voor zijn spending samen van 14 dagen. Dus dat steek ik hierbij. En dan heb ik hier 20. En mag ik hier eentje aankruisen, want elk sticker staat voor 20 euro. 10, 20. Nog eentje is 40. En dan 5 is 45. Dus en als hier 100 euro in zit, dan kan ik er een placeholder in steken. Hè. En zo sparen we naar de 2000. Mag ik het altijd afvinken en kan ik het hier in de tracker inkleuren. Dus we zitten al verwege. Blijble. Wat heb ik hier dan nog over? Nog veel. Wat ben ik vergeten? Ah, oké. En een frank val dan. Monthly savings, dat doe ik ook altijd met deze stuffing. Dat zit in mijn A5 binder. En de monthly saving is, hoera, hoera, de laatste keer. Een emergency, dat is de laatste keer. We zijn er geraakt. Ik heb er jammer genoeg niet opgeschreven wanneer ik hiermee begonnen ben. Maar het is al een heel tijdje terug van vorig jaar. Maar kijk. Normaal gezien op 12 maand, maar bij mij was het iets langer, maar dat geeft niet. Ik heb normaal gezien, ik ga het er eerst insteken natuurlijk, hoeveel? 120. 120. En normaal gezien heb ik hier dus 3000 euro gespaard op heel die tijd. Ik zeg het nog een keer, het is niet op vandaag en morgen, maar vroeg of laat, kleine beetjes, helpen. Hè. Dus ik ga dat hier ook aanduiden dat dat gedaan is. 5000, 1500, 2000, 2500, 2700, 2000, oeps, 800, plakken aan elkaar, 2900, 20, 40, 60, 80, 90, 2900 en 100 is 3000 euro. Nu, deze
placeholders. Dit geld staat op mijn emergency fund. Dus in principe zou ik dit nu naar mijn woningfonds kunnen doen gaan, mijn woningkrediet. Maar ik ga het toch zetten op mijn emergency fund, op de spaarrekening. Hè. Dat is een mapje op mijn bank. Omdat emergencies gebeuren ook en ik mag mij nu niet alleen richten naar mijn woningkrediet. Want als er morgen, ik hoop van niet, ik ga het afkloppen. Maar als er iets stuk gaat, dan heb ik ook een emergency fund. Ik ben wel bezig hier met mijn envelop emergency. Waar ik nu misschien meer aandacht ga kunnen aan geven nu dat dit afgelopen is. Maar het is nog niet volledig, hè? Belangen nog niet. Dus dit gaat sowieso naar de emergency. En ik heb hier mijn ding ding dong. Dat is dus Donna Powered by Creativity. Dus elke keer when a bell rings in the savings and budgeting community, that means a saving challenge is fully funded. Dus deze is fully funded. Ik mag eigenlijk, maar ik heb zo geen belletje natuurlijk. Ik kan hier moeilijk beginnen tingelingelingeling doen. Ik ben er nog geen tegengekomen ook, eerlijk gezegd. Ik ben er nog niet op zoek achter geweest ook. Dus je moet er maar het belletje natuurlijk, ik kan hier opzij leggen, het belletje erbij denken. En dan wordt hier altijd 1 euro ingestopt. Natuurlijk, zoals jullie weten, wij hebben hier geen euro's. Allee, toch niet in briefjes, hè. Dus dat ga je niet voor een muntstuk in te steken. Dus wat ga ik doen? Een briefje erin stoppen. En in deze envelop, dat is mijn ding ding dong envelop, kan ik de muntstukjes erin steken. Dat haal ik hier uit deze pot. Dat zijn de rest van de portefeuille. Dus dat weet ik. Ah, dat is van de ding ding dong. En als hier 5 euro in zit, dan kan ik het wisselen voor een briefje van 5. Hè. Alright. Voilà. Ding, ding, dong. Dan heb ik hier nog 150, 160 euro over. Inderdaad. Ik heb me niet misteld, want die gaat naar de vakantiebinder. Normaal gezien stuf ik deze dus enkel met side hustle. Maar ik heb nu toch berekend met mijn budget. Juli, augustus komt er snel aan dat ik het er niet ga halen. Anders, vandaar, en zeker voor vervoer en autoweg, hebben we zekers nodig om er te geraken natuurlijk. De wifi, deze was al compleet. Dus transport moet nog dat is het totale. We gaan een keer kijken hè, wat ik hier nog in moet. De rest wordt natuurlijk gestuft. Later met het budget van het side hustle. Dus het is 10 euro. En ik heb 160. Hier ligt het. 160 is 16 stukjes. Als ik groen kan, dan ben ik groen geworden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dus ik heb 10 euro over. Ik heb zelfs 10 euro te veel gebudgeteerd. Ik moest 150 hebben. Dus hier moet ik nu 300 euro in hebben. We gaan een keer kijken of dat klopt. 100, 200, 250, 270, 290 en 300. Dus dat is een hele juiste. Yes! Dus we kunnen al de benzine kopen voor naar het zuiden te rijden. Met een dikke stift zeker, ga ik dat erop schrijven of niet? Oh nee, doe dat niet. Oké. Maar ik ga wel de envelop versteken, want deze is oké.
Ik ga mij misschien van die placeholders maken, fully funded. En dan kan ik dit geld op de rekening zetten, want het is toch al de moeite. 300, 375. Yes, yes. En de volgende is de peage, dus de autowegbelastingen die we moeten betalen. Maar wat ga ik doen? Ik heb 10 euro over. Ik ga dat in voet steken, hè, want dat is 10 euro. Omdat hier is 15, dus voor gemakkelijk te houden, ga ik het hierin steken. Dus 5, hopla. 10 bedoel ik. Dan heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90 euro in. Waar zit je hier? Fun. Autoweg. Let me see. 50, 60, 70, 80, 90. Dus dat is ook een hele juiste. Voor food weet ik nu nog niet, omdat sowieso budgetteer ik die 120 in de week. Dat is hier ook 300 euro. Misschien dat ik dan... Ja, het is toch een week dat we hier geen eten kopen, maar daar kunnen eten komen, kopen met ons weekbudget. Dus dat ga ik sowieso ook apart steken. Want als ik dat dan over heb, dan kan dit naar het woningkrediet. Zo. Voilà. En daarmee is alles gestuft. Het zit op zijn plaats. We kunnen, ja, zou ik het zijn, we kunnen weer goed vertrekken. We zijn al maandag, maar dat geeft niet. Morgen dinsdag en overmorgen woensdag. Hè. En dan komt er terug een nieuwe video aan. Hopelijk blijf je hier een tijdje op mijn kanaal. Ik vind het enorm fijn met jullie erbij. Jullie helpen me ook als ik foutjes maak. Vind ik super. Vandaar dat ik ook heel dankbaar ben dat ik dit deel met jullie. Soms twijfel ik daar wel eens over van, zou ik het wel delen? Maar je ziet, ik kan jullie hulp wel heel goed gebruiken. Like en subscribe en ik zie jullie heel graag in mijn volgende video. Dag!